Ecomobiel viert zijn lustrum in de Ahoy Rotterdam. 5000 mensen komen 2 dagen kijken naar allerlei oplossingen op gebied van persoonlijk EV-vervoer, trucks die ermee rondrijden, oplaadoplossingen, allerlei softwareoplossingen en ook een heleboel jonge innovatieve bedrijven. We maken een rondrit door de beurs. Richard Holleman, je bent de gelukkige winnaar van de prijs. Wat is er vernieuwend aan deze auto? Nou, wat vooral vernieuwend is, is het gewicht van deze auto. Hij weegt maar 300 kilo en daarom verbruik je eigenlijk bijna geen energie meer. En dat in combinatie met dat we hebben gedacht, het moet het uiterlijk hebben van alles wat mooi was van vroeger, maar dan met de techniek van de toekomst. En dat levert een heel bijzonder product op in deze tijd. Het is een Nederlandse innovatie, hè, aan de TU Delft door de mannen gemaakt. 300 kilo, hè? Lekker licht. Lekker licht en bij succes, en je kunt je niet anders voorstellen dan dat dit succes zal hebben, is het ook weer nieuwe werkgelegenheid in Nederland. Dus het is op alle manieren voor dit land in de kader van groene groei hartstikke goed. Ja. Verder van de Wouden, je bent de beursorganisatie van Ecomobiel, 5 jaar. Wat zijn de thema's voor dit jaar? De thema's die wij zien is dat naast personenmobiliteit ook duurzame goederenmobiliteit erg in trek is. Dus logistieke bewegingen worden gedaan eigenlijk op voertuigen die oorspronkelijk voor consumenten zijn ontwikkeld. Mm-hmm. En je ziet ook dat de consument steeds vaker zelfs zijn pakjes gaat ophalen. En al die hele rustige auto's die hier, iedereen kan gewoon alle auto's, je hebt een hele bak met auto's hier staan om uit te proberen. Er wordt flink gescheurd hier. Mijn eigen bakfiets is net gestolen. Ik heb er 5 jaar van mijn leven heb ik gewoon overal heen gegaan. Dus ik ben in de markt voor een nieuwe. En wat zie ik hier? Een elektrische. Je moet wel zelf fietsen, maar je hebt een goede hulpmotor. Hij kan 27 km per uur. Hij kan 40 km ver. Dit is echt gewoon heel comfortabel. Dit is echt. Je ziet er sportief uit. Het lijkt net alsof je zelf nog wat doet, maar ik doe eigenlijk gewoon helemaal niks. Het is natuurlijk mooi om zuiniger en stiller en schoner te rijden. Maar soms is het ook goed om hem even thuis te laten en ook met ander vervoer over te stappen. En u weet, aanstaande donderdag. Wat zijn de maatregelen die jij kunt nemen in jouw positie als DG om dit verder te stimuleren? Nou ja, wat ik al zei, het is heel belangrijk dat we vanuit het beleid en ook internationaal heldere doelstellingen hebben. Doelstellingen die ambitieus zijn, die bedrijven uitdagen, die innovaties uitdagen. Als ministerie hebben jullie de carrot en de stick. Jullie subsidiëren het geweldige vanuit de belastingen voor de zakelijke rijder. Hoe zit het met de ontwikkeling van de stick dat gewoon echt mensen moeten op een gegeven moment overstappen? Nou ja, ik geloof meer in die andere benadering. Dat klinkt misschien een beetje, maar uiteindelijk krijg je mensen in beweging, letterlijk, door ze ook het perspectief te geven waarom we het doen en waar we naartoe gaan. Wat vind je van deze Ecomobielbeurs? Ja, heel goed dat die er is. Ja, ik vind het echt geweldig. En dan zie je ook wat voor creativiteit en innovatie er is in de sector. En dat is denk ik, dat is heel belangrijk. Dus het helpt natuurlijk als de overheid wat richtlijnen stelt, maar uiteindelijk moeten zij het doen. We staan hier voor de eerste 19 tons elektrische vrachtwagen die Heineken gaat inzetten op een fijnstedelijke distributie. Dus dat is van ons distributiecentrum naar de horecaondernemer toe. Wat moet er gebeuren in deze pilot om het zeg maar uit te rollen over heel Nederland? Allereerst moet hij succesvol zijn, moet het inderdaad de dagelijkse business niet gaan verhinderen. We zitten op 0% emissie met een elektrische vrachtwagen. Daarnaast willen we natuurlijk ook gewoon de praktische toepassingen kunnen behouden. Wat is dit? Een range extender. En wat is dat? Is een aggregaat. En waar is dat relevant voor? Voor elektrische auto's. Als de accu's leeg raken op een gegeven moment, kan de range extender stroom opwekken, zodat je eigenlijk onbeperkt zou kunnen blijven doorrijden op elektrisch. En dit is een heel nieuw concept, waarbij ze het rendement van een benzinemotor heel erg veel hebben opgekrikt. Waardoor het een fantastisch product is om toe te voegen aan een elektrische auto, om ervoor te zorgen dat je net iets verder kan rijden dan zeg maar 200, 300, 400 kilometer. Volle tank voor? €20,75. En hoe lang rij je daarop? 340 kilometer ongeveer. Ik rij op groen gas, zie je me daar al gaan. Ik rij op groen gas, zie je me daar al gaan. Marie-Claire van den Berg, opeens kwam ik jou tegen in een film over groen gas. Waarom groen gas? Nou ja, inmiddels na heel veel onderzoek kan ik zeggen, omdat dat heel erg schoon is. En wat houdt het tegen? Ik zal het proberen kort te houden. Ik zat laatst in een Tesla en ik was acuut verliefd. Ik stapte in een groengasauto en ik dacht, ja, weet je, daar voel je niks bij. Oh. Een van de eyecatchers van Ecomobiel is deze Mercedes conceptauto. Een elektrische auto, hoe wordt die gevoed? Wordt hij gevoed door brandstofcellen, dus met waterstof.
Hij ziet er fantastisch speciaal uit, helemaal geweldig. Hoe ver kun je hiermee rijden? 1000 kilometer. Ja. Wanneer kunnen we nou normale auto's zien rijden, zeg maar, op de straat met brandstofcellen? Ik denk 2017. Ik vermoed dat dan een aantal fabrikanten in de prijslijst auto's hebben staan die competitief geprijsd zijn. Hoe ziet de komende tijd eruit? Nou, ik denk dat een sector als duurzame mobiliteit en duurzame logistiek steeds meer op eigen benen kan gaan staan. Omdat steeds meer partijen, eindgebruikers, zien dat het inzetten van duurzaamheid, van MVO binnen hun eigen bedrijf, leidt tot onderscheidend vermogen. En daarmee tot continuïteit en tot business. Een dag Ecomobiel Rotterdam. Nou, ik heb een hoop geleerd. Personenvervoer elektrisch hebben we gezien, maar vooral vrachtvervoer. Dat vond ik interessant. Een elektrische bakfietsen waar mensen ook zakelijk gebruik van maakten. Heel veel softwareontwikkeling om fleet management mogelijk te maken. Deze branche groeit, veel meer mensen, veel meer standhouders, ontzettend veel innovatie. Bijvoorbeeld die extender, een hele kleine extender van 50 kilo, waar elke elektrische auto 300 kilometer verder mee kan gaan. Ik ben heel tevreden. Ik ga gewoon weer op mijn Tesla terug naar huis. Ja.